Dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. Even mijn bril erbij pakken. De Bas Kolen, die gaat ons nu vertellen over de methodiek en het stappenplan aan de hand van praktijkcases. Hij zal daarbij gebruiken een voorbeeld in Kampen. Daarom hebben wij Anne Vrouwen van het waterschap Groot-Saarland, waar zit zij? Daar. Gevraagd om als reflectant op te treden van de inbreng die door Bas Kolen wordt verzorgd. Bas, the floor is yours. Dankjewel. Dank voor het verhaal te mogen vertellen. Ik ben Bas Kolen, ik werk bij HKV en ik doe ook nog onderzoek naar massa-evacuatie bij overstromingen aan de Radboud Universiteit. Wat ik ga vertellen is ervaringen over de toepassing met een plan van aanpak, een afwegingskader om verschillende strategieën van meerlaags veiligheid af te wegen en de consequenties daarvan inzichtelijk te maken, zodat we met elkaar in gesprek kunnen over is het nou aantrekkelijk om te doen of niet. Wat uiteindelijk het beslisprobleem is bij meerlaags veiligheid, we kunnen prachtige varianten bedenken, maar het komt erop neer van welke combinatie aan maatregelen moeten we nou nemen. Zitten die in laag 1, 2 of 3? Nou, welke mix moeten we nu doen? En hoe komen we daarmee tot een acceptabel risico? In mijn ogen een kwantitatieve, resultaatgerichte maat, want anders dan rommelen we er een beetje omheen. En daarmee ook de tweede bullet hier, naar een robuuste inrichting wordt gezegd. Ook dat is een onderdeel van meerlaags veiligheid, maar daarbij is het wel van belang om te definiëren wat robuust is. Ook in de sheets hiervoor van de provincie Overijssel, wat veilig is. Want het klinkt prachtig, wie is er in deze zaal nou tegen een veilig Nederland? Niemand. Maar wel als je het moet betalen, hebben we opeens een mening. Wij willen allemaal een Ferrari of een Mercedes. En nou, in ieder geval ik wil dat ook. En het zit er niet in. Dus ergens moeten we elkaar vinden. En moeten we zeggen van nou, dit lijkt ons een goede combinatie. Hier hebben we het voor over. En daar hebben we ook vertrouwen in dat het gaat werken. Dat we dat die ene keer in die 1000 jaar dat we dat nodig hebben, als die overstroming een feit is, dat het dan werkt. En dan kunnen we bijvoorbeeld praten over vitale infrastructuur. Wij moeten ons land daarop op inrichten dat het moet blijven werken. En dan de vraag is, wat betekent dan blijven werken? Onze voorzitter. Nee. Wat betekent dan blijven werken? En waar gaat het dan om? Het betekent dan dat als er een overstroming is, dat ik in mijn huis zit en dat ik nog mijn iPad kan opladen. En omdat de supermarkt dicht is, dat ik nog de pizzacourier kan bellen. Of betekent het dat ik sneller kan herstellen? En wat zijn dan echt vitale objecten waar we wat aan hebben? Nou, zodat we het kunnen doen. Een van de keuzes die we al gemaakt hebben bij meerlaags veiligheid, hoe we daarmee omgaan, is dat we de risicobenadering centraal stellen. En ook dat, dit zijn tweets van Patrick Poelman, hè, van het bijeenkomst over normering afgelopen week. En er wordt gezegd van ja, het is allemaal leuk en aardig, hè, dat vitaal en waterrobuust inrichten. Maar ja, het gaat ook om slachtofferrisico's, we moeten het betalen. Een lokaal individueel risico van eens in 100.000 jaar, 10 min 5, is gezegd. En dat kost maar 4 miljard extra, dus nou, moeten we doen. Nou, hè, of, nou, even kort door de bocht. En de vraag is of we dat werkelijk moeten doen. En de vraag is ook wat dan de maatregelen zijn die we moeten nemen. Net is ook het voorbeeld van de evacuatiewegen genoemd. Hè. Moet je die nou hoog of laag aanleggen? Nou, de preventieve evacuatie maakt natuurlijk helemaal niks vooruit, want dat doe je voordat de overstroming een feit is. Hè, dus in die zin is het maar de vraag of die evacuatie beter gaat en wat we dat dan hebben. Maar goed, dat soort dingen moeten we inzichtelijk maken. Wat hebben we eraan en hebben we het ervoor over om daarvoor te investeren? En dan gaat het uiteindelijk om de afweging. Wat kost het en wat krijgen we daarvoor terug? En ik heb er even de Maslow behoeftepyramide naast gezet die aangeeft van, nou ja, in Bangladesh gaat het nog over voedsel en water, hè, en misschien een beetje bescherming. En in Nederland zitten we wat hoger. We hebben er ook geld voor over, de 4 miljard van net. En wij kunnen keuzes maken om naar een veiliger, maar ook mooier of robuuster Nederland te maken. Maar wat zijn dan die keuzes? Nou, daarvoor is het afwegingskader opgesteld. En het afwegingskader, of onder leiding van STOA, is opgesteld als een vervolg of als een actie volgend op
het introduceren van het begrip meerlaagsveiligheid in het Nationaal Waterplan in 2008 of 2009. In gebiedspilots die zijn uitgevoerd, dat heeft geleid tot een syntheserapport. En daarin is geconcludeerd van er moet gewerkt worden aan uniformering. Uniformering in aanpak, uniformering in instrumenten. Nou, met een begeleidingsgroep, met zitten mensen van hier, van waterschappen, provincies, Delta-programma. Is het afwegingskader opgesteld, zijn voorbeelden uitgewerkt en uiteindelijk heeft dat tot een gelijk een plan van aanpak van meerlaagsveiligheid, met een B, meerlaagsveiligheid, wat is opgesteld en wat nu wordt uitgedragen door STOA, Delta-programma Veiligheid en Delta-programma Nieuwbouw en Herstructurering en dat biedt een aanpak met instrumenten, met gereedschappen om meerlaagsveiligheid inzichtelijk te maken. Wat levert het nou op om een discussie te kunnen voeren van moeten we dit nou willen en waar gaan we dat dan willen en hoe kunnen we dat dan vervolgens gaan regelen dat het ook echt gaat werken. Al deze producten staan op de website van STOA in het meerlaagsveiligheid dossier en ik denk dat sommige mensen die deze kennen en anders dan kijken vooral naar. Hoe zit nu dat afwegingskader in elkaar? Primair gaat het om het doelbereik. We willen een acceptabel veiligheidsniveau bereiken. Dat kan een lokaal individueel risico zijn of een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Op een of andere manier moeten we definiëren met elkaar, dat willen we bereiken. En dan is de volgende vraag, hoe gaan we dat bereiken? En als wij waterveiligheid weten te verbinden met ruimtelijke opgaven of opgaves uit de rampenbeheersing, dan kunnen we dus ook andere voordelen creëren door middel van het vormgeven van die waterveiligheidsstrategieën. En als er ontwikkelingen spelen in een gebied, kunnen we dat misschien combineren. Zodat we, eigenlijk is de gedachte, met minder middelen meer baten kunnen genereren. Nou, dat klinkt heel mooi. En wie kan daarop tegen zijn? Maar hoe ga je dat dan vervolgens doen? Het afwegingskader, wat is opgesteld, dat bekijkt vanuit de waterveiligheidswereld, waar is het interessant om allianties te zoeken. Dat bestaat uit twee componenten. We kijken naar de totale kosten en dan kijken we naar de maatschappelijke kosten. Dus wat moeten wij met z'n allen betalen en niet wat betaalt een overheid. Of hoe moet nou een energiemaatschappij, mag die het doorrekenen aan de klant. Maar uiteindelijk komt de rekening in alle gevallen bij ons terecht als burger. En wij moeten betalen en het maakt niet zoveel uit aan wie. Hè, want het gaat af van ons budget. De totale kosten die bestaan uit het economisch risico, de kans op een overstroming vermenigvuldigd met de gevolgen. Het slachtofferrisico kun je kwantificeren. De investeringskosten, wat kost een maatregel om een bepaald risico te reduceren of om slachtoffers te reduceren. En dat leidt dus tot een totale som aan totale kosten wat wij kwijt zullen zijn als samenleving om dus te beschermen en de schade te vergoeden als het misgaat. Nou, er spelen schaalniveaus spelen daarbij. En er spelen zichtjaren bij. Hè. In het Delta-programma werken we met Delta-scenario's. We kijken nu vooral naar dijkringen. Maar ruimtelijke maatregelen worden natuurlijk veel lokaler genomen. En dat is een van de dilemma's, denk ik, met meerlaagsveiligheid. Hoe kunnen we nou al die kleine lokale opgaves verbinden met een lange termijn beleid gericht op risicoreductie in een groot gebied? En wat moeten we daarvoor doen? Want als de ene gemeente het wel doet en de andere niet, in het gebied wat wordt getroffen wordt door dezelfde overstroming, de vraag is of dat een wenselijke situatie is. Buiten deze harde data, de kosten waterveiligheid, zijn er ook andere waarden in een gebied. En die andere waarden, dat zijn andere waarden die in een gebied gecreëerd kunnen worden door bijvoorbeeld cultuurhistorie te benadrukken. Of door de ruimtelijke kwaliteit te benadrukken. Of een agrarisch belang te dienen. En wat we zien in de pilots die we hebben gedaan, is dat die ruimtelijke waarden of andere waarden vaak heel regionaal afhankelijk zijn. Dus het ene gebied speelt de aanleg van zo'n snelweg. Het andere gebied hebben ze geen snelweg, maar daar is het agrarisch belang heel groot. Daarin spelen ook allerlei ontwikkelingen, kansen en nadelen. En hoe kunnen we die nou inzichtelijk maken? En de uiteindelijke keuzes van meerlaagsveiligheid gaan natuurlijk over de combinatie van beide. Wat hebben we er voor over? Wat levert het op? En daarin moeten we een soort afweging maken, zodat we op een gegeven moment kunnen zeggen van wij vinden dit belangrijk en we zijn bereid om dat te investeren. En dit doen we niet, want dat investeringsbedrag is te hoog of het levert te weinig op. Hè. Zo'n discussie moeten we met elkaar kunnen voeren om ook achteraf te kunnen motiveren dat we verstandige keuzes hebben gemaakt bij de inrichting van ons systeem, zonder valse beloftes te maken over
ja, een overstroming die leidt tot een romantisch beeld. Hè. Het is nog steeds een ramp, de grootste ramp die Nederland ooit zal overkomen. Maar misschien komen we er sneller uit en is de impact wat kleiner. En hoe kunnen we dat achteraf verantwoorden? Want achteraf weten we natuurlijk altijd beter wat we precies anders hadden moeten doen en hoe het anders had gemoeten. Het afwegingskader, dat beschrijft ook hoe strategieën kunnen worden gevormd. Want uiteindelijk als we een keuze zullen maken, zullen we ook wat te kiezen moeten hebben. En we moeten dat ergens mee vergelijken. Daarvoor is de referentiesituatie gedefinieerd. De situatie zoals die nu is, of een andere startsituatie ten opzichte waarvan we meerlaags veiligheidsstrategieën gaan beoordelen. En op basis daarvan kunnen allerlei meerlaags veiligheidsstrategieën worden opgesteld. En wat we ook in het afwegingskader hebben voorgeschreven is dat er een meest watervriendelijk alternatief wordt uitgewerkt. Wat primair kijkt naar het doel van waterveiligheid om ook die variant op tafel te krijgen. Hè? Zodat er echt een expliciete afweging kan worden gemaakt van wat levert het ons op om met ruimtelijke opgaven te verbinden. Nou, als je dat combineert, die strategieën op één as en de criteria op een andere as, komt er een mooie tabel uit. Die, in ieder geval uit de pilots die wij hebben gedaan, laat ik dat wat van zien. Prima geschikt zijn om daarna met bestuurders, als Poelman of zitten meer in de zaal, in gesprek te gaan van nou, wat kost het, wat levert het op en waarop moeten wij nou, waarop moeten wij inzetten. Om dit afwegingskader uit te werken zijn in het plan van aanpak ook een aantal stappen gedefinieerd. Het plan van aanpak van STOA, DPV, DPNH. En dat stappenplan is eigenlijk een drietraps strategie. Het begint met het formuleren wat is nou het doel, het acceptabel risico. Hè? Wat is het doelbereik wat ik wil halen? Welke meekoppelkansen zijn er nog meer? De tweede stap in het plan van aanpak is het benoemen van wat zijn nou de strategieën die in dit gebied relevant zijn. Die in dit gebied uitgewerkt kunnen worden. Hè? Kansrijke strategieën, voorkeursstrategieën, het label wat je erop wil plakken. En de derde stap is dat we ook die strategieën op basis van de criteria die we hebben opgesteld in de eerste stap bij het doelbereik, kosteffectiviteit, doelmatigheid, ruimtekwaliteit, noem ze maar op, dat we die ook handen en voeten gaan geven en zo concreet mogelijk proberen uit te werken, zodat we ook werkelijk een discussie kunnen gaan voeren met bestuurders van, wat wil je nu? Wat is interessant in het gebied? Stappen die erbij zitten. Bij de uitwerking van deze strategieën het vormgeven van de strategieën wordt gebruik gemaakt van allerlei instrumenten en gereedschappen. Bij het vormgeven van de strategieën de gevarenkaarten die Kees Vlak net introduceren, de kansrijkdomkaarten. Zo zijn er ook allerlei landgebruikperspectieven die input kunnen zijn om de kansen te identificeren en strategieën te kunnen vormen. Wat we merken is dat het visualiseren van de strategieën ontzettend belangrijk is. Het blijft anders een hele abstracte discussie en om met elkaar een dialoog te kunnen voeren en om de verschillende belangen samen te brengen is visualiseren in mijn ogen cruciaal. Het uitwerken van de strategieën, de kosteneffectiviteit, daarvoor wordt gebruik gemaakt van het meerlaags veiligheidsinstrument. En het meerlaags veiligheidsinstrument is in feite een applicatie die de werkwijze van WV21 en van VNK faciliteert, waarmee overstromingsrisico's, schadeslachtoffers, lokaal individueel risico, groepsrisico, alle risicomaten die je mogelijkerwijs kan hanteren als doelbereik kan uitwerken. En met de kostenkentallen van het ECK kosten, expertisecentrum kosten, kun je de investeringskosten daarvan uitwerken. Zodat je de totale kosten, de combinatie van risico en investeringskosten, kan bepalen. Ook bij de uitwerking hoort de beoordeling van die andere waarden. Wat levert nou die landschappelijke kwaliteit mij op? Wat levert nou die betere bescherming van vitale infra mij op? Twee voorbeelden. En als het goed is, als we een filmpje drukken, volgens mij moet die dan... Dus de kans groot dat hij werkt. Nee. Zo doet hij het ook. Dan gaan we het hele filmpje doen. Twee voorbeelden die ik wil laten zien waar het plan van aanpak is toegepast. Het gaat nu toegepast worden op meerdere gebieden. Dit is Dijkring 10, Masterbroek in de IJsselvecht-delta. Het andere voorbeeld gaat over de Kampereilanden. Hij mag beginnen hoor. Ja, dus... En wat we met dit filmpje gaat over Masterbroek, wat we wilden laten zien is op wat voor manier is daar nou meerlaags veiligheid vormgegeven. Waarom is die polder Masterbroek nou interessant? Daarin er zijn een hoop keringen afgekeurd in de derde toetsronde.
En in het gebied liggen ook allerlei problemen. We hebben Genemuiden, daar spelen ontwikkelingen. Een deel van Stadshagen bij Zwolle is daar ontwikkeld. Een nieuwe wijk die daar neergelegd wordt. En we hebben de Koekoekspolder die helemaal volgebouwd is met glastuinbouw. Waar nog andere plannen mee zijn. En die ook vanuit lokaal individueel risico wel een probleem is. Als ze die leer van 10 min 5 gaan hanteren. We hebben de visie van provincie Overijssel op hoe om te gaan met veiligheid. Uit de omgevingsverordening of wat Kees net liet zien. En vervolgens zijn er strategieën uitgewerkt, die komen nu voorbij, om verschillende maatregelen of strategieën te bekijken van waar moeten we nou op inzetten en wat levert dat nu op. Er is gekeken naar dijkversterking over de hele regio. Er is gekeken naar differentiatie, kunnen we nu alleen de dijken langs de IJssel versterken en de rest niet. Hè? Dus meer differentiatie en kans om het risico als het ware gelijker te krijgen. Er is gekeken naar ruimtelijke inrichting. Kunnen we nu nieuwbouw die gepland is, kunnen we die ophogen? Er is gekeken naar rampenbeheersing. En er is gekeken naar compartimentering. Daarvoor is een heel traject doorlopen met de mensen van de IJsselvechtdelta. Hetzelfde is gedaan met de Kampeneilanden. In beginsel is aan hun gevraagd van wat zijn nou in jullie gebied de meest belangrijke beoordelingscriteria. Hè? Dus wat zijn nou de onderscheidende criteria waarop jullie die meerlaagsveiligheidsstrategieën gaan bepalen. De eerste stap in het plan van APAC. Die criteria laat ik dadelijk zien. Vervolgens is met experts uit het gebied, van eigenlijk wel van alle lagen die ook het gebied goed kennen, is gekeken van wat speelt er nou allemaal in het gebied de komende 50 jaar. En wat zijn nou aanknopingspunten om meerlaagsveiligheidsstrategieën vorm te geven? En als laatste stap is gekeken van toen we inzicht hadden in de risico's en in de kosten. Hoe scoort het nou op alle andere waarden die ook bereikt kunnen worden? En dat is in beide gevallen gedaan met een kwalitatieve inschatting. Nou, dit filmpje loopt zo door, hè, dus dat laat alle strategieën zien. Volgens mij komt het ook wel op de website, dus iemand die... Dan klik ik even door, als dat mij... Dat kan ik nou niet meer, maar... Uiteindelijk heeft dat geleid tot het ingevuld afwegingskader, wat ik net liet zien. Voor dijkring 10. Nou, dit hoeven jullie niet helemaal te lezen, hè, maar het gaat even om het beeld. Het gaat even om het beeld wat is ingevuld. Er zijn strategieën zijn er bekeken en die zijn beoordeeld op het blauwe deel uit het afwegingskader, kosteneffectiviteit en op de andere waarden. En er is vooral gekeken in hoeverre zijn ze nou onderscheidend ten opzichte van elkaar. En wat we zien is dat, in ieder geval bij deze voorbeelden, dat dijkversterking is aantrekkelijk, is kosteneffectief en compartimentering en de ruimtelijke maatregelen, wat hierbij dus wel... Dat zijn denk ik iets andere maatregelen nog waar Kees het over heeft. Dit is echt druipproeven, wetproeven, ophogen, grootschalige maatregelen. Die zijn niet zo kosteneffectief. Het effect op het risico is beperkt, van compartimentering overigens niet. Dat heeft wel een flink effect op het risico, maar het kost ook wat. En als je die kosten meeneemt, is het al met al toch duurder. Maar het levert er ook andere waarden op. En met name wat je ziet is dat een aantal criteria werkelijk... Ja, dus wel echt als belangrijk worden ervaren en dus andere redenen kunnen zijn om toch wat meer te investeren. En dat is vooral andere waarden die hier zijn benoemd, is ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en maatschappelijke ontwrichting. Nou, voor Kampeneilanden is een soort gelijk traject doorlopen. Ook daar zijn een aantal waarden benoemd. En wat het leuke is, Kampeneilanden is in termen van primaire keringen buiten dijks, maar de provincie heeft in de regionale verordening eis gesteld aan de waterkeringen, dus het is gewoon bedijkt gebied. Het is wel gebied met een ander karakter. En daar zijn dus ook andere criteria van belang voor de uitwerking van meerlaagsveiligheid. Toekomstbestendig, naast doelmatigheid, toekomstbestendig, draagvlak, betrokkenheid en participatie. Dat meerdere overheden samenwerken aan het bereiken van waterveiligheid. En de meekoppelkansen met bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen en stallen die groter worden. En ook daarvan zijn aan de hand van het afwegingskader strategieën beoordeeld. De kosten, het blauwe deel en de andere waarden, het roze deel. En wat je ziet is dat door middel van maatregelen het risico ook echt kan dalen. Maar dat de totale kosten niet in
in deze geval wel in alle gevallen dalen ten opzichte van de referentiesituatie wat de huidige situatie is. Wat we ook zien als we al investeren in waterkering waardoor het risico flink daalt, dat dan de kansen voor laag 2 en 3 weer beperkter worden omdat de baten een stuk kleiner zijn die je kan behalen omdat het risico al heel laag is. Hè. Dus dat is, dat is een afweging die je moet maken. Waar zet je op? Waar zet je op in? En je ziet ook dat de strategieën anders scoren op die andere waarden. Hè. Dus er is ook werkelijk wat te kiezen. En nou ja, volgens mij om een bestuurlijk debat over te voeren, hè, van wat moeten we nou willen? Nou, als laatste sheet, wat is nou een reflectie op de ervaringen die we nou hebben opgedaan met dat en met deze aanpak, is blijkt dat vaak alle maatregelen wel in laag 1, 2, 3 het risico reduceren. Maar dat ze ook wat kosten. Hè? En vooral die kosten die lopen dan weer sterk uiteen. Wat we zien in alle voorbeelden is dat preventie is dominant. Hè? Dus veruit het merendeel van het budget zal in preventie worden gestoken. Laag 3 is interessant, maar dan vooral het benutten van shelters om de mensen die er niet uit kunnen toch een veilige plek te geven dat de overlevingskans een stuk groter is. En de meeste shelters staan er al, hè? Daarom is het natuurlijk interessant, de kosten zijn laag. Wat we zien dat differentiatie vaak wordt benoemd bij meerlaagsveiligheid, dus stukjes dijk versterken, waarachter de gevolgen het grootst zijn. En dat compartimentering in heel veel voorbeelden van meerlaagsveiligheid naar voren komt. Wat we niet zien is dat grootschalige ruimtelijke ingrepen als interessant worden beoordeeld. Hè. Zelfs in dijkringen 15, 16, die een hoog risico hebben, een hoop slachtofferrisico, liggen de oplossingen toch vooral in preventie en her en der in shelter. Alblasserwaard, Vijf Eerlanden. Nou, en Krimpende Waard, West-Nederland. Maar ook in Overijssel zien we toch ook, hè, dat grootschalige ruimtelijke maatregelen, die zijn niet aantrekkelijk vanwege de grote kosten. Als je het helemaal begin van het planproces krijgt, hè, en dan tot een robuustere inrichting kan komen zonder extra kosten, is het natuurlijk wel aantrekkelijk. Hè, het punt wat Kees maakte. En wat we ook zien is dat lokaal maatwerk, door gericht maatregelen te nemen aan objecten, dat natuurlijk nog interessant kan zijn. En dat is ook de discussie die we hebben met vitale infrastructuur. Hè, met een slimme investering het risico een stuk reduceren. Wat we ook zien, reflectie op de aanpak, is dat de methodiek die we hebben wel, ja, volgens mij gaan we dadelijk horen van het waterschap, maar hè, positief wordt ervaren in mijn ogen om uiteindelijk de discussie hanteerbaar te maken, zodat er ook werkelijk een debat over te voeren is met mensen die dan mogen kiezen. De visualisaties, dat helpt, heb ik gezien. Wat we ook hebben gezien is dat het ontzettend lastig is hierin, omdat een aantal dingen of regie ontbreekt. Wat is nou de opgave? Kennen we die? En de wijze van hoe we de opgave stellen maakt ontzettend uit voor de kansrijkheid van meerlaagsveiligheid. Het schaalniveau. Kijken we lokaal, kijken we regionaal, kijken we landelijk. Lange termijn, korte termijn. Dat is heel lastig. De referentie, redeneren we vanuit hoe de dijken er nu bij liggen? Of gaan we ervan uit dat het NHBP is uitgevoerd, dat het risico weer een stuk kleiner is? Pipingadvies is opgevolgd. En wat we ook wel zien is dat het benoemen van die andere waarden, die plusjes en minnetjes net in de tabel, ontzettend lastig is. Dus waar de incentive om te denken van meerlaagsveiligheid natuurlijk komt uit die andere waarden, want het is zo belangrijk en het levert zoveel op, is het tegelijkertijd ontzettend moeilijk als je mensen vraagt van wat is het nou echt, benoem dat eens, om dat concreet te benoemen. En volgens mij is dat lastig omdat de vragen zijn ze wel van belang, omdat ze er soms niet zijn en misschien ook wel omdat we soms onvoldoende kennis hebben om het werkelijk concreet te maken. Dit als reflectie op de aanpak. Ik schijn de tweede microfoon te zijn, dus mag jij het vasthouden. Oké. Ik geef straks het woord aan Anne Vrouwer van Groot Zalland voor de reflectie op jouw reflectie, zoals je het zelf noemt. Maar ik heb er ook één. En voor mij is het eigenlijk een eye-opener wat je net zei over het begrip wat je introduceert, voor mij nieuw, het meest watervriendelijk alternatief. En eigenlijk is mijn vraag aan jou, is het nou denkbaar dat je een analogie van de milieueffectrapportages, dat je bij ruimtelijke plannen zou kunnen invoeren dat je een watereffectrapportage introduceert, wat voor mij veel prettiger klinkt dan de watertoets. De watertoets is een reactief begrip. Natuurlijk werken we er allemaal aan om met die toets zo te werken dat je aan het begin
van ruimtelijke ontwikkelingen zit. Dat ik al 2-3 jaar ook druk mee ben dat uit te dragen. Maar een watereffectrapportage is dan dus een plicht voor de bedenker van een plan om dat op te stellen, zoals dat ook bij de MERS het geval is. En het hoeft ook helemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld te zijn, maar het dwingt in ieder geval initiatiefnemers op provinciaal, gemeentelijk of projectontwikkelingsniveau om aan de voorkant na te denken over allerlei aspecten, of het nou om meerlaagsveiligheid gaat of andere dingen die voor het water belangrijk zijn, om dat mee te wegen in hun plan. Wat vind je daarvan? Ja, in beginsel denk ik eens. Of dan een MER-procedure zeg maar geschikt is hoor, of niet, dat weet ik niet. Dat, waar het denk ik om gaat, is dat er wel dat we moeten oppassen dat het wat te marchanderen valt. He, dus als we regels, in die zin ga ik heel erg mee met wat meneer daar zei, we moeten heel duidelijk maken wat dan de prestatie of de resultaatseisen zijn wat we willen bereiken. En dat daar een visie aan de grondslag ligt van hoe gaan we nou met een ontwikkeling om. En waarop moeten we nu inzetten is denk ik heel verstandig. Hè? Dus zo'n ja, systeem het voorstelt eens. En tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten oppassen dat we moeten kijken van wanneer moeten we dat nou doen en onder welke voorwaarden. Want wat we bij deze voorbeelden heel veel zien is dat het heel vaak uiteindelijk leidt tot maatregelen in een waterkering. En ik ben er bang voor als we te vaak zo'n procedure toepassen en er komt telkens hetzelfde uit. Dat dan die procedure aan de kant wordt geschoven en dat daarmee het doel voorbij wordt geschoten. Dus ik denk dat we heel goed moeten nadenken wanneer we dan zo'n procedure gaan inzetten. Ik ben nooit bang, want dat vind ik geen goede raadgever. Maar ik wel. Je ziet ja. Wel kansen om daar iets mee te gaan doen. Ja, maar wel met een stevig. Ja, en maar. onder stevige, harde criteria. Hè? En dus wat meneer daar. Oké, ik ga alle vrouwen het woord geven die een reflectie zal doen op het verhaal van Bas. Ja, volgens mij begon je zelf al met een reflectie, kort. En kan ik op een aantal punten aanvullen en een aantal punten onderstrepen. Ja, ten eerste. De systematiek, het geeft een goede onderbouwing voor je uiteindelijke besluitvorming. Het is echt een hulpmiddel en dat gaf je zelf ook al aan. Uiteindelijk kan je de dialoog aangaan, zowel met bestuurders, maar ook met je mede-overheden in de regio. En voor het waterschap is het van toegevoegde waarde dat ze met provincie en met gemeente heel duidelijk met de kaarten op tafel die dialoog aan kunnen gaan. Ja, waarom is dat? Omdat maatregelen heel concreet vergeleken kunnen worden. En het is niet alleen maar makkelijk dat iedereen denkt duurzaamheid plus, agrarisch areaal erbij. Nee, er zijn ook heel duidelijk verschillen in. Plussen en minnen worden ook gewoon op dezelfde vlakken worden plussen en minnen gegeven door verschillende personen. Ja, dan kom je ook bij het punt dat het dus heel lastig is om in te vullen en dat het ook subjectief is. Maar goed, ja, uiteindelijk draagt dit bij aan de dialoog en kom je alleen maar met argumenten voor je uiteindelijke keuze. Waar het ook mee te maken heeft, er zijn best wel lastige begrippen komen hierin voor. Bijvoorbeeld netto contante waarde. Probeer dat maar aan iedereen uit te leggen. En ook als je als onderbouwing wil gebruiken voor je uiteindelijke keuze, moet je netto contante waarde ja, ook goed kunnen communiceren. Vooral naar buiten toe is hier nog een slag in te slaan volgens mij. Je ziet heel duidelijk het onderscheid, ook in kleuren, ja, blauw en roze, tussen de kosten en tussen de zachtere maatregelen. De harde maatregelen zijn heel, heel makkelijk, heel hard technisch rationeel op kosten te zetten. En dat is met zachte maatregelen niet het geval. Ja, je krijgt soms misschien het idee dat het meer een technisch rationele benadering is dan dat ook die zachte maatregelen worden meegenomen. Die maatschappelijke discussie die blijft wel heel erg de aandacht vragen. En ja, kost en effectiviteit lijkt soms de overhand te hebben in deze systematiek. Voor Kampeilanden heeft het heel verhelderend gewerkt, heel erg trechterend. In het begin waren er ideeën van, nou, we bouwen alles op terpen en verder doen we helemaal niks. Nou, dat bleek totaal niet realistisch en haalbaar. Dus je kon het kaf van het koren kon heel gemakkelijk worden gescheiden. Dan kom je ook gelijk weer op het punt dat er ook nog voor de bestuurders moet er ook nog iets te kiezen overblijven. Je moet niet
met uiteindelijk één alternatief komen. Er moeten, ja, het is heel sterk trechterend op die kosten. Ja, en dat draagt er wel weer aan bij dat je een heel concrete focus hebt. Dus dat je kan kijken naar de maatregelen die er echt toe doen. En dat je dat er niet meer omheen gedraaid te worden. Je weet waar het om gaat. Volgens mij waren dat mijn belangrijkste punten. Focus op kosteneffectiviteit en andere waarden. Kijk, kosten zijn dominant omdat ze worden gekwantificeerd. De andere, dat blijft met plussen en minnen. En ik denk dat het vaak niet zo dominant wordt, in die voorbeelden die ik net aanhaal, omdat ze ook met minder overtuiging en met minder kracht wordt gebracht. Hè. Dus het feit dat ze zo dominant zijn en de andere zo minder belangrijk is, zegt misschien ook wel wat over die andere waarden. Probeer die deur even rustig. Oké, haal jij deze microfoon even bij de hand? Dan neem ik die van jou over. Even iets, dankjewel. Vragen kunnen aan Anne en aan Bas gesteld worden. Even van de orde. We gaan na deze ronde even pauzeren om een kopje koffie of thee in te schenken. En zo'n stroopwafel of whatever. En dan hebben we eventjes een 10 minuten pauze. En een tweede orde opmerking. U heeft op uw tafel dat blaadje gevonden met tweets. En de bedoeling is dat u hierop invult in de loop van de dag. Wat u zelf heeft meegenomen van deze dag. Of wat u nou belangrijk vindt. Wat u uw collega of buurman mee wil geven en wat u uw bestuurder mee wil geven als opbrengst van deze dag. Sommigen zullen het live doen op Twitter, zoals ik zelf. En anderen die kunnen dat via dit doen, daar gaan we dan iets mee doen na afloop aan leuke en goede ideeën die erin zitten. Dus dat zijn twee orde opmerkingen. Wie mag ik een woord geven? Ik ga naar u toe. Ik ben Judith Klosterman van Alterra in Wageningen en ik wil even vragen, het is inderdaad een subjectieve methode. Het gevolg is dat je eigenlijk eruit krijgt wat je erin hebt gestopt. Dus als je zegt een weg is belangrijker dan een ziekenhuis en dan ga je het allemaal doorrekenen en dan komt eruit dat een weg belangrijker is dan een ziekenhuis. Bas? De beoordeling moet je risico's uitrekenen. Daarin wordt gekeken van als we die weg gaan verbreden, hoeveel mensen kunnen er dan meer uit? En vervolgens hoeveel slachtoffers vallen er dan minder? Werken met transportmodellen, werken met schade-slachtoffermodellen. De werkelijke capaciteit vanwege in oogschouw nemen. Dus ik vind het, ik denk niet dat het zo is van je stopt dat in en daarmee bepaal je wat er uitkomt. Het is in feite de fysica die bepaalt en de modellen waarin de fysica is verpakt, die inzicht geven in de haalbaarheid van consequenties. Bas, die microfoon moet je dichter bij je mond houden. Maar het gaat mij ook om van, ik denk dat je bij dit werk ook in de gaten moet houden wat een soort gevoeligheidsanalyse moet doen. En moet kijken van waar ontbreekt ons eigenlijk de gegevens en moet je eigenlijk meer onderzoek doen om deze beslissingen te kunnen nemen. Heb je hem? Ja, volledig eens. Hè. Dus ik kan inhoudelijk kan ik een uitgebreid over vertellen hoe het allemaal daar zit. Maar ik denk, bottom line is, je moet uitkomsten ook van de risicoanalyse, van de kostenschatten. Weet je dat ook haren heen zien, hè? Dus er zit een grote bandbreedte omheen en je moet vooral kijken naar de onderlinge verschillen. En als iets een factor 2 ander antwoord op gaat geven, dat zag je op het Rijsland met de kleurtjes, hè? Als het donker de blauw werkt en dit de blauw, dan is het werkelijk anders. En als het 10% afwijkt, dan is het weer dezelfde bol. En als je rekening houdt, dan is het maar wellicht daar. Ik denk als je wil weten van wat eronder zit, oké, okay, als u twittert, hashtag STOA MLV zie ik op het scherm verschijnen. Ik ga naar u toe.
Pieter-Jan Hofman, provincie Zuid-Holland. Daarnet kwam het idee van watereffectrapportage om de hoek kijken. Nou, ik denk toch, het wil ik voor pleiten om dat serieus te introduceren. En dan breder te trekken dan alleen de waterramp situatie, maar ook andere veiligheidsaspecten. We hebben de gevarenkaart. Dus ik zou een veiligheidseffectrapportage willen introduceren. En dat ook in de gebiedsvisies die in het kader van de nieuwe omgevingswet vereist zijn, daarin te betrekken. Zodat je dus een langere termijn agenda ook opzet met de regio in gezamenlijkheid langs die weg. Om dus een evenwichtige balans te creëren voor de toekomst. En dat niet elke keer op discussies moet worden teruggekomen. Ik ben blij dat er zich steun ontwikkelt voor de gedachte. Ik vind toch het woord water erin wel lekker hoor. Het klinkt ook goed. Bas of Anne? Gewoon reactie kan. Ja, eens. Ik moet bekennen dat ik ook het woord water erin wel lekker vind, omdat ik bang voor ben om het te vermengen met allerlei andere rampen. Omdat je ziet dat de veiligheidsregio's heel erg werken met prioriteiten. En dan wordt water weggeprioriteerd, want het komt ook nooit voor. En we drijven ons liever voor op een LPS-station met de kans van 1 miljoen en ook uit elkaar kan knallen. En dat is dat wordt gewoon als realistischer ervaren dan zo'n waterramp. Korte reactie. Een bonbons bestaat ook uit verschillende smaken. Dus ik denk toch, om water niet te dominant laten zijn, maak er een goede, heerlijke bonbons van. En trek het breder dan alleen water. Want anders krijg je dus een soort polarisatie dat water negatief wordt ervaren. Ben ik minder bang voor. Maar goed, kan. Andere opvattingen? Ja, ik ga naar meneer Van der Kallen. Van de Brabantse Delta. Ja, ik heb mijn hele leven gewerkt bij een industrie die het meest onveilig is die maar denkbaar is. Dus de grootste onveiligheidscategorie of gevarencategorie. En weet je wat het meest gevaarlijk is? De mens. Simpelweg, je kan systemen bouwen, je kan dijken bouwen. De mindset van de mens bepaalt wat zijn eigen risico is. Ik ben wel van op de terpen zetten. Ik ben politiek bestuurlijk verantwoordelijk voor de Overdiepenspolder. En wat mij het meest frappeert, in Brabant en Limburg heb ik veel ervaring met buitendijks en binnendijks. Wonen mensen buitendijks, zijn ze zich tot in de tenen bewust van de risico's van hun pand, van de risico's van hun bezit en van de risico's van hunzelf. Ze nemen de maatregelen. Binnendijks denken ze altijd dat een ander het oplost. De casus Marken is zo'n typisch voorbeeld. Ze willen een bepaalde veiligheidsgarantie, want die hebben ze. Ze wonen hoog en droog. Hoog niet, maar wel droog. Dat zijn ze gewend. Dijkverbetering natuurlijk niet, want ze hechten aan hun uitzicht. Ze hechten aan hun bezit. Mijn antwoord is dan buitengewoon simpel. We houden een referendum. Kiest u niet voor een fatsoenlijke dijkverbetering. En onder een fatsoenlijk bedoel ik een Zeeuwse. Oftewel, we leggen een robuuste dijk aan, panden erop, die komen dus achter de dijk. Zoals dat daar gebruikelijk is. En niet voor een krimpenwaartse, waar een dijkverbetering gauw 5 keer zo duur kost per strekkende meter. En willen ze dat niet, gaan we ze buitendijks maken. En dan plotseling treedt de mindset op. Wat betekent dat voor mijn bezit? Wat betekent dat voor mijn veiligheid? Dus al die discussies, mooie modellen over geld uitgeven. Het gaat om pecunia en het gaat om veiligheid. En veiligheid zit in de mens en niet in alle systemen die wij bouwen. Als ik het goed heb, licht maken buitendijks. Maar goed. Ze liggen maar. Het eiland ligt buitendijks, maar ja. Vinden ze zich van niet. Oh ja, nee, dat vinden ze. Ja, ja. Wil jij er iets op zeggen of Anne? Ja, Kampereiland, dat is natuurlijk een bijzonder gebied. Het is buitendijks de primaire keringen, het kent wel een regionale kering en is tegelijkertijd ook waterbergingsgebied. En die mensen hebben te maken met een bepaalde norm, maar je merkt daar wel dat bewustzijn, dat is daar niet heel groot, ook al wonen zij buiten de primaire keringen. En dat door het project dat wij daar nu doen, gaat er wel meer leven. Dus ik denk dat het ook nog verschilt hoe erg dat leeft buitendijks. Maar werken aan bewustwording is dus ook een item wat niet alleen Louis van der Kallen bezighoudt, maar ook minister Schultz. Dus wat dat betreft schieten we wel op, Louis. Anderen? Kom, wie wilde wat prikkelends naar voren brengen? Ja.
even een vraag aan de provincie. Even een vraag aan de provincie in verband met Stadshagen. Want we hebben net Bas zien uitrekenen van ja, als je nu gewoon het kijkt als een dijkring en je hebt een veiligheidsopgave. Hoe kan ik het meest efficiënt een veiligheidsopgave realiseren? Nou, het zal meestal de dijk zijn. Maar ja, ik heb net het verschil gemaakt tussen een systeem op orde brengen en een systeem op orde houden. Dus als je nou naar je dijkring kijkt van nou, het was op zich oké, maar gemeente Zwolle maakt een mega ontwikkeling Stadshagen daar, waardoor het systeem niet meer op orde is. Hoe kijk je dan als provincie naar de financiering van een veiligheidsopgave die daaruit voortvloeit? Zeg je dan tegen de gemeente van jullie betalen mee aan de dijk als je dat doet? Een van jullie of zal ik naar de provincieman gaan? Die ik hier... wil er wel even op reageren. Okay. Want er wordt het beeld gewekt dat wij volgen een risicooplading. Hè? Dus de waarde van het gebied, wat de staat bepaalt ook hoe veilig het gebied moet zijn. Want het is meer waarde om het gebied te beschermen. De reden waarom zo'n gebied het risico kan toenemen, is omdat we uitbreiden, zoals bij Zwolle bij Stadshagen is gedaan. Maar ook omdat het simpelweg met elkaar de boel meer waard wordt. Hè? En is al eens in de 30, 40 jaar, zoals gaat volgens plan, gewoon de waarde van Nederland verdubbelen. We hoeven niks voor te doen, sterk nog, proberen we met z'n allen voor elkaar te krijgen, proberen we alles voor te doen. En de Stadshagen leidt niet tot de verdubbeling van Zwolle, dus het is altijd minder in risico dan gewoon het autonome proces. Hè. Dus in die zin, als we risico-neutraal gaan bouwen, dan zit de opgave dus in het compenseren van economische groei. Dat is veel belangrijker dan om te voorkomen dan om die ontwikkeling. Volgens mij zit de uitdaging meer. Akkert, ik ga nog naar achter in de zaal. Daar ben ik nu sneller. Matthijs van Vliet van Wageningen Universiteit. Even een vraag ter verduidelijking. Als we over 30 jaar alles twee keer zo duur is, is dan ook niet het idee dat we ook meer zijn gaan verdienen? Dus dat we het ook makkelijker kunnen oplossen als het twee keer zoveel kost als er iets kapot is? Dus dan hoef je eigenlijk alsnog weer niks te doen. Maar ik ben geen econoom hoor. Dus... Bas, doe eens een poging. Kijk, volgens mij, ook in de tijd dat je bij de VU nog geen werkte, was de motivatie om nu te werken aan nieuwe normen dat we sinds 1960 hebben gevolgen. Oké, zullen we naar een soort slotvraag gaan? Wie heeft er nog iets? Of is het allemaal te ingewikkeld? Ja. Rob Koeten, Waternet. Kees Vlak, die memoreerde net al even de pilot Amsterdam, of waterbestendig Westpoort, waar we in het havengebied kijken naar de veiligheid daar. Ik wil nog even benadrukken, jij benadert vooral de hele dijkringen. Je kijkt naar kosteneffectiviteit op dijkringniveau. Wat je ziet als je individuele bedrijven voorspiegelt dat ze misschien eens onder water kunnen komen, dat ze vaak zelf al geneigd zijn om te kijken van wat voor schade heeft het mij op en wil ik daar nog in investeren. En dat er een andere keuze kan zijn die wij op dijkringniveau maken. Ja, eens. Volgens mij heb ik gezegd schaalniveaus van belang. Hè? Dus je moet kijken naar schaalniveaus. Maar mijn benadering was ook vanuit maatschappelijke kosten. Hè? Dus zo'n bedrijf zal dat doorrekenen. En uiteindelijk is het denk ik de vraag die wij met z'n allen moeten beantwoorden. Is dat nou een wenselijke situatie? Want of ik mijn geld nou aan de overheid betaal aan belasting, of dat mijn diensten duurder worden, uiteindelijk ben ik dat als burger kwijt. En dan is het de vraag, als ik dat geld toch kwijt ben, wat is dan de beste manier om dat te investeren, zodat mijn veiligheid echt toeneemt. En dan kan het best zo zijn dat je dat geld beter in een dijk kan zetten, dat je daar 100 keer veiligheid meer voor krijgt dan overal in Nederland vitale objecten. Oké. Ja. Ik ben het met je eens, hè, dat je die afweging moet maken. De vraag is alleen of nu in die schademodules precies alle kosten berekend zijn. Mensen hebben het vaak over hersteltijden. Hè, van een transformatorhuis die weer een half jaar duurt voordat ze een nieuwe hebben besteld. Dan zetten ze hem liever gelijk een halve meter hoger. Productieverlies, waardoor ze andere productiecapaciteiten eerst moeten inhuren. De vraag is of dat ook in alle rekenmodellen netjes erin zit. Ja, terecht punt. Goed. Ik dank Bas Kolen en Anne Vrouwen voor hun inbreng. Wij gaan nog even het
het symbool erbij pakken. En nu we het hebben over een soort water, tenminste dat heb ik dan als hoofdpunt onthouden, een watervriendelijk alternatief ontwikkelen en zo. Heeft Ludolf gedacht, laten we dit eendje als symbool gebruiken voor wat we hier vandaag met elkaar doen. En die stoppen wij in de Delta Proof Midterm Review Box. Dan is het nu pauze.